De gedichtenbundel Katibor in Poëzie moet een aanzet zijn tot gesprekken over de doorwerking van slavernij, zei voordrachtskunstenaar Romeo Grot woensdagavond tijdens de presentatie van de bundel bij de themaavond van de schrijversgroep 77. Het boek is een verzameling van meer dan 100 gedichten van 67 dichters, waarbij 8 thema's worden belicht. Lobby, Kulturu, Wroko, Stree, Fitimang, Kittikoti, Denki en Egide. Grot meent dat er niet in voldoende mate wordt gesproken over de slavernij en de doorwerking daarvan. Dit boek is bedoeld echt om over te praten, over al die aspecten van slavernij. En als we het hebben over die doorwerking van slavernij. En dit is, want ik gaf pas Pakoendes aan, dus dat die, dus dat was in feite denken aan lange tijd. Van nee, wat is zo lang geleden, waarom? En dan zie je dat ook alleen nog op 1 juli, hè, praten over dat soort dingen. En dichters hebben zich nooit daardoor laten bepalen. Dichters schreven altijd over dat soort zaken. En vandaar dat ik dus wel via poëzie voor het voetlicht brengen. Grot meent dat veel personen niet beseffen dat de slavernij nog altijd een moeilijk onderwerp is om over te praten. Volgens de voordrachtskunstenaar is het lange tijd zo geweest dat mensen niet willen praten over dit onderwerp. Ik ben zelf van huis uit, ben ik docent, gezien in de maatschappij. En als ik op school, op mijn middelbare school, dat wilde bespreekbaar maken, dat was altijd het afhouden van, ah jongen, dat is toch een slachtoffer, je bent toch geen slachtoffer? En ik zei van nee, en wij zijn, het is belangrijk om dat onderscheiden, dat wij geen slachtoffers zijn. Want er is ook altijd, er is constant strijd geweest tegen het systeem van slavernij. Maar ik wilde dus, ik heb het vertaald, alle gedichten vertaald naar het Nederlands, ook gedichten in het Engels, hè. Om dus dat publiek, die andere mensen ook te kunnen bereiken. Dat zij het zouden lezen, want de bedoeling van het boek is nog altijd om met elkaar in gesprek te gaan. De gedichtenbundel Katibor in Poëzie moet bijdragen aan de bewustwording over slavernij en het systeem daarvan.